Hallo en welkom bij Separated by Force, afstandsmoeders in de Netherlands. Mijn naam is Sarah Tegaard. In eerdere afleveringen hebben we al de ervaringen van Nederlandse afstandsmoeders gehoord. Vandaag gaan we kijken naar de ervaringen van hun kinderen en hoe de omstandigheden waarin ze leefden tijdens hun eerste dagen en jaren hen voor de rest van hun leven hebben beïnvloed. Een van deze kinderen is Dr. Eugenie Smeets van Waasbergen, geboren in Moederheil te Breda als Gepke Maria Kotkaas. Dit moeder-kindhuis heeft Halinde van Osselaar al in een eerdere aflevering beschreven. Naast haar persoonlijke levensverhaal is Eugenie deskundige op het gebied van adoptiegeschiedenis in Nederland. In november 2017 publiceerde ze haar boek Schoot vol tranen en in januari 2020 verscheen Zwart boek Adoptie. Verder was zij in 2017 een van de initiatiefnemers van het onderzoek Binnenlandse afstand en adoptie in de 20e eeuw en was zij van januari 2018 tot januari 2021 ervaringsdeskundige bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Ze benadrukt dat het, hoewel ze zelf een afstandskind is, essentieel is om alle moeders, vaders en kinderen te betrekken. Eugenie is de afgelopen jaren meerdere keren aanwezig geweest in de Nederlandse media om het onrecht onder de aandacht te brengen. Momenteel werkt ze in samenwerking met de gemeente Breda aan een groot project ter bescherming van het erfgoed van het moeder-kindhuis Moederheil. Welkom, Dr. Eugenie Smeets van Waasbergen. Dankjewel, Sarah. Je bent de afgelopen jaren veel op Nederlands tv geweest, maar voor die mensen die je nog niet kennen, kan je alsjeblieft even uitleggen wat jouw persoonlijke perspectief is van afstandsmoeders en afstandskinderen? Ja, dan is het altijd wel fijn om te beginnen bij waar ik zelf vandaan kom. Ik heb op mijn 50ste ontdekt dat wat eigenlijk altijd werd verteld over mijn verleden, namelijk dat mijn moeder niet voor mij kon zorgen, dat daar een heel ander perspectief achter zat. Namelijk het perspectief van een ongehuwde moeder. Dat hoorde in die tijd niet. En je werd eigenlijk als moeder, zeker als je minderjarig was, op voorhand al onbekwaam verklaard om jouw kind op te voeden. En tegelijkertijd waren er in de tijd dat ik geboren werd, in 1965, was er in Nederland een adoptiewet waarbinnen er zogeheten kinderbeschermingsmaatregelen waren, waarmee eigenlijk dat proces niet alleen in gang gezet kon worden, maar ook versneld kon worden. En in mijn geval betekende dat ik in de eerste 8 maanden dat ik in een doorhuis verbleef, mijn moeder en ook mijn vader, laten we hem even niet vergeten, nergens toestemming voor hadden gegeven. En ook de familie niet. Maar ondertussen werd ik al wel voorgedragen voor een pleeggezin. En dus zeg maar het verhaal ze even in compact zin, want het zijn hele complexe verhalen allemaal, was voor mij de constatering dat het een vrijwillig verhaal was geweest en dat het zou gaan over het belang van het kind, dat volstrekt niet klopte en dat ik in die zin ook mijn eigen moeder altijd in het verkeerde perspectief had geplaatst. Wat natuurlijk ook de nodige gevoelens van schaamte en schuld met zich meebrengt. Dus je zei net dat je geboren bent in een moeder-kindhuis. Heb je nog herinneringen wat voor een plek dit was? Ja, dat vind ik altijd een lastige. In die zin dat je hebt pre-verbale herinneringen. En het is een, wat mij betreft goed nieuws dat die tegenwoordig ook echt erkend worden. Hè? Het is niet meer zo dat we denken dat iemand maar wat uit zijn duim zuigt. Bij mij zijn dat hele zintuigelijke herinneringen. Dat zal bij de meeste kinderen zo zijn. Hè? Want je hebt nog geen taal. En dat gaat bij mij over bepaalde geuren, kleuren, stemmen van mensen. Zeker gehuil, babygehuil. Dan raak ik heel erg overwhelmed. Dan raak ik heel erg, kan ik heel erg overprikkeld door raken. En dat is ook een hele fysieke gewaarwording. En verder is het ook een zwart gat. Want ik heb helemaal geen herinneringen, zeg maar, in beeld of in woord over hoe het daar geweest is. We zijn afhankelijk van de mensen die er ons nog iets over kunnen vertellen. Hoe lang ben je daar gebleven in dit moeder-kindhuis
totdat je geadopteerd werd? Ja, dat is altijd een bijzondere vraag die ik ook heel goed kan snappen hoor, dat mensen hem zo stellen. Maar in ieder geval binnen onze generatie is het voor veel kinderen en baby's zo geweest dat zij vaak bij de geboorte bij de moeder werden weggenomen. Na een aantal dagen werden zij zogeheten kind van de staat. En in de loop van de tijd werd er dan een toestemming gevraagd aan het OM, dus het Openbaar Ministerie, of het kind in een pleeggezin geplaatst kon worden. En in mijn geval is het zo dat ik de eerste 12 maanden in Moeder Heil Breda, doorgangshuis, ben geweest. Daarna ben ik in een pleeggezin terechtgekomen. Daar ben ik 4 jaar geweest. En op mijn 5e jaar, dus vanaf mijn geboorte berekend, ben ik op mijn 5e jaar wettelijk geadopteerd. Voor jouw boeken heb je heel veel onderzoek gedaan over deze moeder-kindtauzen. Wat was de situatie daar voor de baby's en de kinderen? Ja, dat hangt heel erg af vanuit wiens perspectief je kijkt. Dus dat vond ik ook echt een meerwaarde van mijn eigen onderzoek. Dat je professionals van toen spreekt. En dan heb ik bijvoorbeeld over academici, psychologen, pedagogen, huisartsen. Maar er waren natuurlijk ook gewoon de verzorgenden en de verpleegkundigen in de tehuizen. En daaromheen had je ook nog allerlei hulpverleners die ook in de instelling kwamen. En als je dat dan naast elkaar legt, dan valt mij in ieder geval een enorm verschil in hoe academici daarop terugkijken en hoe ze dat evalueren en hoe de verzorgenden zelf dat doen. En zoals ik er naar kijk, denk ik van, ik kan me heel goed voorstellen en ook echt aannemen dat de verzorgenden van toen, de kinderverzorgenden, naar eer en geweten binnen de omstandigheden en met de kennis van zaken die ze hadden, gehandeld hebben, zo goed mogelijk voor de kinderen hebben gezorgd. Tegelijkertijd weten we nu ook dat de eerste 12 maanden essentieel zijn voor de ontwikkeling. En weet ik dat ik per saldo ontzettend veel tijd alleen in bedje of vooral in een bedje heb doorgebracht. En dat we in vergelijking met andere kinderen extreem weinig lichamelijke aandacht kregen. Extreem weinig affectie. Er moest conform ziekenhuisdiscipline gevoed worden. Dus als het niet snel genoeg ging, dan kregen natuurlijk niet de pasgeboren babytjes, maar de ouder geworden babytjes een kussen in hun rug. Die werden rechtop gezet met een fles in hun handjes, zodat ze in ieder geval gevoed kon worden. En de meeste van ons kennen het experiment met het aapje, wat moet kiezen tussen de surrogaatmoederaap of het flesje. En dat aapje kiest iedere keer voor die surrogaatmoeder om die fysieke affectie te krijgen. En ja, als ik dat zie, ja, weet je, dan kan je je voorstellen bij benadering hoe dat voor ons als kinderen geweest moet zijn. We hebben net gesproken over kinderen van de staat. En we hebben ook in een eerdere aflevering van mensenrechtsadvocaat Lisa Maricom gehoord dat we de term forced adoption niet mogen gebruiken, omdat veel kinderen nooit zijn geadopteerd. Weet je wat met deze kinderen gebeurd is? Nou, wat we in ieder geval weten van een... Nou, de allereerste is ontzettend veel informatie vernietigd. Ik hou me even op de vlakte waar het gaat over in hoeverre dat opzettelijk is gebeurd. Want dat zou je moeten uitzoeken. Maar we kunnen in ieder geval constateren dat er heel veel kwantitatieve gegevens niet meer voorhanden zijn. En dat is heel gek als je bedenkt dat in die periode een heleboel dingen juist heel nauwgezet bijgehouden werden. Maar goed, soms zijn er ook mensen die wat bewaren. Dus er komt ook wel eens wat naar mij toe. En zo heb ik in ieder geval 2 jaarverslagen gevonden van Moederheil, waardoor je een aardig beeld krijgt van hoe in ieder geval in die jaren, en het waren toch redelijk hoogtijjaren, het beeld eruit zag. En dat was een beeld waarin er over het algemeen meer dan 100 kinderen waren, baby's, peuters, kleuters tot 4 jaar. Mag je eigenlijk geen kleuters noemen. En van de kinderen die binnenkwamen, kon je dus ook zien hoe ze weggingen en waar ze heen gingen. En dan zie je per saldo dat als de kindjes weggaan,
er 1/3 van de kinderen naar een pleeggezin gaat. Dat is nog geen adoptiegezin, want dat kun je nog niet zeggen, want dat proces moet nog op gang komen. Maar dat is dus 1/3 van de kindjes. En de mensen die ik heb gesproken als volwassenen, daar zie je dat als er geen adoptiegezin voorhanden was, om wat voor reden dan ook, dat deze kinderen in instituties terechtkwamen en of in pleeggezinnen. En dat vaak, omdat ze al zo lang tekort waren gekomen, ook het pleeggezinplaatsing niet goed meer lukte. En dan zie je een reeks van tehuizen waar deze kinderen in terechtkwamen. En dat heeft dus niks met afstand ter adoptie te maken. Denk je dat die eerste jaren van jouw leven een impact hebben gehad op jouw persoonlijkheid en jouw leven in het algemeen, op een positieve of een negatieve manier? Nou ja, positief gezien kan ik zeggen, wij hadden hier nu niet zo gezeten als ik niet had meegemaakt wat ik had meegemaakt. En met alles wat ik vanuit mijn jeugd, hè, bij mijn adoptieouders, maar ook in genetisch opzicht heb meegekregen, heb ik een aardige toerusting om een boodschap over te brengen. Dat vind ik positief. Tegelijkertijd denk ik dat. Nou, laat ik voor mezelf spreken. Ik had het liever niet meegemaakt. Je draagt het wel een leven lang met je mee. Dus ja, ik vind het ook altijd een moeilijke vraag. Weet je wat? Ook omdat je kunt zo heel erg moeilijk voor een ander spreken. Het is zo hoogst persoonlijk hoe je erop terugkijkt. Ik zelf, maar ik denk dat dat ook met mijn professionaliteit te maken heeft. Dat ik wel een aardig, zeg maar, verbinding kan leggen tussen wat daar is gebeurd en hoe het nu in mijn leven is. En wat ik in mijn leven heb meegemaakt. Dus als ik me bedenk dat ik in een hele onveilige omgeving, zeg maar, in de baarmoeder heb gezeten. Daar was ontzettend veel stress. Mijn moeder had heel veel stress, is heel depressief geweest. Dat heb ik als kleintje allemaal meegekregen. He, dat is ook geen hocus pocus meer. Daar is heel veel onderzoek naar gedaan, dus dat weten we. En dan word ik geboren en dan word ik bij mijn moeder direct tussen de benen weggehaald. Een traumatherapeut heeft mij uitgelegd wat dat met een baby kan doen. Namelijk een doodervaring. Dat je denkt dat je doodgaat. Want jij was één met die moeder en die moeder is weg. En dan vervolgens ben je in een tehuis waar je een jaar lang heel veel moet verdragen. Aan tekort, aan overprikkeling, aan misschien wel ondervoeding. Vul het maar in. En dan vervolgens, in mijn geval, kom ik in een gezin met wildvreemde mensen die mij van de een op de andere dag een andere naam geven. Dus ik ben 12 maanden lang Gepke genoemd. En van op de een naar een andere dag wordt het Eugenie of Eugenietje. En dan moet het adoptieproces nog beginnen. Nou, als ik daarop terugkijk, dan begrijp ik heel goed waarom ik soms wankel in het leven. Dat snap ik wel. Was het een geheim in jouw adoptiefamilie dat je geadopteerd werd? Hebben ze over jouw biologische ouders gesproken en hoe hebben ze en wat hebben ze verteld over jouw biologische ouders? Nou, het was in die jaren zo dat nogal wat ouders eigenlijk best wel een uitgesproken instructie kregen over hoe ze het beste konden doen. En dat was dat je het niet ging weghouden, hè, dus dat je niks zou zeggen. Maar je zou in ieder geval er alles aan moeten doen om het kind voor de puberteit, dat hadden ze toen vastgezet op 14 jaar, voor het 14e jaar moet je het kind, zoals dat heet, de statusvoorlichting geven. En dat betekent dus dat je zegt: ik ben niet jouw biologische ouder. En daarbij werd ook aangegeven: maak het niet te moeilijk, maak het niet te ingewikkeld. Je hoeft niet zoveel te vertellen, want dat kunnen die kinderen toch nog niet aan. Maar hou het er maar op dat de moeder niet zelf voor het kindje kon zorgen. Dat was wat ik te horen kreeg. Dat was wat andere mensen te horen kregen. En pas veel later, toen ik mijn eigen onderzoek ging doen en ook familieleden ben gaan bevragen, kwam ik erachter dat het eigenlijk altijd een soort publiek geheim is geweest. En dat heb ik als een enorme smet ervaren. Dat ik dacht, oeh, iedereen wist iets waarvan ik maar de helft of misschien wel minder wist.
Ja, dat vond ik heel pijnlijk om te voelen. En toen ik uiteindelijk me realiseerde dat het anders in elkaar zat dan hoe het mij allemaal verteld was, vanaf dat moment kwam er een enorme fascinatie bij mij van, maar waarom? Waarom hebben ze het zo verteld? Hoe heeft dit jou als kind beïnvloed? Heb je soms het gevoel gehad dat het jouw schuld was, de hele situatie? Ik heb mijn hele jeugd lang gedacht dat alles wat er misging, mijn schuld was. Altijd. En ik denk dat het feit dat ik geen ruimte heb gevoeld om mijn oprechte vragen te stellen en te zeggen dat ik behoefte had om te weten wie mijn ouders waren, daar een hele grote rol in heeft gespeeld. Dus zonder dat iemand zei, dus het is ook heel subtiel. Heel subtiel, een heel subtiel proces is dat je voelt dat je iets niet kunt vragen. Omdat je weet dat het eigenlijk niet kan. Los van hoe er gereageerd wordt. Dus ik heb heel veel voor me gehouden. Maar aan de andere kant heb ik ook teruggelezen in rapporten. En natuurlijk als puber meegemaakt. En ook als feedback van mijn familieleden later teruggekregen dat ik een lastig kind was. En dat vind ik nog het meest verdrietig. Want ik was niet lastig, ik was wanhopig. Je zei net dat er zo'n subtiel gevoel was dat je geen vragen mocht stellen. Was dit ook de reden waarom je begon met onderzoeken en wanneer ben je begonnen met onderzoeken? Nou, toen ik zeg maar naar de basisschool ging, was het voor mij wel duidelijk dat ik op dat moment niks in te brengen had. Dat voelde ik echt tot in mijn tenen. Maar ik had ook een soort voornemen. Weet je, zoals een mens een soort missie in zijn leven kan hebben van, maar later ga ik er iets mee doen. Later komt er een moment dat ik dit tot de bodem toe ga uitzoeken. En dat heeft per saldo nog bijna 50 jaar geduurd. En dat heeft er alles mee te maken. En ik weet dat veel geadopteerden dat herkennen. Is je zit eigenlijk vol continu in loyaliteitsissues. Want je wilt eigenlijk graag weten waar je vandaan komt. Je hebt natuurlijk ook de verbinding met je adoptieouders. Er zijn allerlei loyaliteiten in het leven die je er ook van kunnen weerhouden om die zoektocht te gaan maken. En ik ben de boel echt gaan uitzoeken toen mijn adoptieouders allebei waren overleden. En zo kwam het dus dat ik op mijn 50ste de dossiers gedeeltelijk mocht inzien. En me toen realiseerde dat dat wat ik altijd heb gevoeld, dat klopte. Dus dat het niet klopte, zeg maar, dat bleek te kloppen. Toen je 50 was, heb je dan geprobeerd om jouw biologische ouders te vinden, of hebben ze in de tussentijd zelf geprobeerd om jou te vinden? Nou, mijn moeder is mij gaan zoeken toen ik 21 was. Oh, dat was ook een moment waarvan ik dacht, kan ik dit wel maken ten opzichte van mijn omgeving, mijn adoptieouders, mijn familie? Nou, uiteindelijk heb ik die keuze wel gemaakt om haar te ontmoeten. En dat, ja, dat is voor mij, weet je, een ontmoeting met een gouden rand. Los van alles wat je er nog over kunt zeggen, voor mij was het een ontmoeting met een gouden rand, omdat ik gewoon zag dat ik spitting image van mijn moeder ben. En dat ik ook achteraf later ook een aantal zeg maar, gedragskenmerken en persoonlijkheidskenmerken van haar in mezelf herken. En ik dacht toen, nou, wat een. Ik was al eerst heel erg verrast dat ik zo'n, zeg maar, in mijn ogen op dat moment hele leuke, vlotte moeder had. Want er was mij natuurlijk altijd verteld dat zij niet voor mij kon zorgen. Dus je haalt je alles in je hoofd, hè? Er wordt eigenlijk tegen jou gezegd, je hebt een volstrekt incompetente moeder. Dus ze kon wel gek zijn of een hoer zijn of weet ik veel wat voor beeld ik. Maar dat beeld was op dat moment heel erg positief. Later, veel later, heb ik begrepen dat mijn halfbroer en halfzus een heel belangrijke rol hebben gespeeld in het motiveren van mijn moeder om haar kind te gaan zoeken. Want het ging namelijk helemaal niet goed met mijn moeder. En mijn halfbroer en mijn halfzus hoopten dat het beter zou gaan met mijn moeder als ze mij zou ontmoeten. Daar kwam bij, dat ben ik eigenlijk pas heel recentelijk achtergekomen, dat de instanties, waaronder de FIOM,
op de een of andere manier een soort van regel hadden dat ze tegen moeders zeiden: je kunt het beste pas gaan zoeken als je kind 21 is. Dus ik die dacht: wat een geweldige moeder heb ik toch, dat ze zelf heeft bedacht dat dat voor sta. Nou, dat had ze dus niet zelf bedacht. Dat was voor haar bedacht. Mijn vader ben ik zelf gaan zoeken toen ik zwanger was van onze zoon, onze eerstgeborene. Omdat ik toen dacht: ja, die cirkel moet rond. En ook daar had ik het idee dat er van alles een soort van was blijven steken. Ja, en daar ben ik ook heel blij om dat ik dat heb gedaan. Omdat mijn vader zo ongelooflijk veel heeft toegevoegd aan mijn leven. Qua perspectief, qua de hele toedracht tot de afstand en de adoptie, zijn rol. En ik lijk ook heel erg op mijn vader. Wat is op dit moment jouw relatie met jouw biologische ouders? Nou, mijn moeder is eigenlijk vrij jong overleden toen ze 54 was. Ik wilde daar maar niet te ver op ingaan. Niet omdat het niet gezegd mag worden, maar omdat ik merk, en dat hoor ik ook van veel andere geadopteerden, dat het perspectief op het lijden van de moeder op heel veel manieren uitgelegd wordt. Het is een soort kip of het ei, hè? Dus ze mankeerde al iets en dus het was toch al een soort van, nou, het ging het toch niet worden. Terwijl ik ook wel me heel erg tot de dag van vandaag afvraag: wat was er gebeurd als zij in die tijd goed opgevangen was? Wat was er gebeurd als ze haar kindje had kunnen opvoeden? Was het dan, weet je, was ze dan zo aan het wankelen geslagen of niet? Ja, daar gaan wij nooit antwoord op krijgen. Maar goed, ze leeft al een hele tijd niet meer en ik leef daarmee. Ik ben blij dat ik haar in ieder geval heb ontmoet. Mijn adoptieouders leven dus sinds 2010, 2012 niet meer. En mijn vader, mijn biologische vader, die leeft nog wel. En toen mijn biologische, of nee, ik moet even goed zeggen, maar, het is altijd een gedoe met die termen. Toen mijn adoptievader overleed in 2010, wilde mijn, zeg maar, geboortevader, mijn biologische vader, mij heel graag troosten. Maar dat lukte helemaal niet. Want ik was zo ongelooflijk diep, droevig en verdrietig over het verlies van de vader aan wie ik mij als kind gehecht had. Maar op het moment, nou allereerst, hij verdroeg dat. Dat heeft hij mij nooit kwalijk genomen. Wat heel belangrijk voor me was, dat hij dat accepteerde. Dat ik verdriet had over ook die andere vader in mijn leven. En dat hij daarna, toen ik ging onderzoeken en de publiciteit ging opzoeken, dat hij mij altijd gesteund heeft. Dat is heel belangrijk ook in mijn leven. Denk je dat je getraumatiseerd bent door jouw ervaring en ben je daarmee ooit bij een therapeut geweest? Nou, als we het hebben over trauma, zeg maar toen ik 18 was, 20 was, was er wel zoetjesaan meer bekend over het belang van hechting. Dus op het moment dat ik hulp ging zoeken als 27-jarige, zelf hulp ging zoeken. Ik heb het niet over de hulp die mijn ouders voor me gezocht hebben, maar zelf hulp ging zoeken, was dat wel een thema. Maar het woord trauma is toen nooit genoemd. Daarmee zeg ik niet dat het niet bestond, maar echt de kennis die we nu hebben over psychotrauma, die was toen helemaal niet zo in de praktijk aanwezig. Dus als je mij vraagt, weet je, heb jij trauma? Dan kan ik nu zeggen, ja, ik heb zeker trauma, wat ik dan stapeltrauma noem. Trauma's op elkaar. Het is alleen best moeilijk om goed soort van uit te vogelen. Wat is nou van toen en wat is van nu? Want er zijn nu, het ligt nu ook nog op de loer. Dat er iets gebeurt waardoor je er weer een trauma bij krijgt. Dus dat is ingewikkeld. Maar ik kan van mijzelf, zeg maar, in al mijn waardigheid zeggen dat er ook een deel van mij heel erg getraumatiseerd is. Wanneer en waarom heb je ervoor gekozen om een boek te schrijven over dit thema? Dat was in 2014. Ik werkte toen als hulpverlener, als professional. En mijn onderneming bestond 10 jaar.
En ik dacht, nou, ik heb altijd zo van schrijven en van taal gehouden. Dat is wel echt soort mijn ultieme expressievorm. En toen dacht ik, dan ga ik misschien wel iets schrijven over verlies en over verdriet, waar iedereen wat mee kan. En eigenlijk, zonder dat ik me daar toen zo bewust van was, was mijn hoofdpersonage een koekoek. Nou, we weten allemaal, hè, de koekoek die in het nest van een andere vogel groot groeit. En als je het hebt over, zeg maar, het moment waarop ik soort van niet meer terug kon, maar ook niet meer terug wilde, was dat het moment dat ik met dat boek een boekpresentatie gaf in Breda. Dus dat waar ik geboren ben. En daar waren heel veel mensen op afgekomen, maar met name mensen die ofwel geboren waren in moederhel, ofwel gewerkt hadden in moederhel. Na de bijeenkomst, maar ook tijdens de bijeenkomst, mij heel veel vragen stelden over mijn adoptieverleden, het zijn van een afstandskind, dat wat ik al wist over mijn verleden en mij heel erg hebben aangemoedigd van, ja, waarom ga je hier niet verder mee? En ook, ik wil je graag helpen. Interview mij maar. Ik heb informatie voor je. Deze geschiedenis moet naar buiten komen. Dus daar is het begonnen. Voor jouw boek heb je met heel veel afstandskinderen gesproken. Zijn er overeenkomsten van hun verhalen? Nou, ik moet echt, want anders doe ik ons allemaal tekort. Er zijn ontzettend veel variaties. Dus ja, het is, je kunt niet zeggen van, oh, een soort van, we komen allemaal daar vandaan. Of we hadden allemaal dezelfde toedracht. Er zitten heel veel verschillen tussen. Wat in ieder geval een belangrijke overeenkomst is, is dat de meeste van ons, zoals ik dat noem, een zwart gat hebben. Vanaf het moment vaak dat ze geboren zijn, tot aan het moment dat ze in een pleeggezin of waar dan ook terecht zijn gekomen. Daar weten ze niks meer van. En op het moment dat die informatie niet bewaard is gebleven en er geen beelden meer zijn of er geen gebouw meer is, dan voelt dat ontheemd. Ik denk dat dat het goede woord is. Dus de ontheemding is een belangrijk aspect. En verder, er is ook een soort een rouw die heel moeilijk ingelost kan worden. En ik vergelijk het wel eens met mensen die iemand verliezen en niet weten waar die persoon is gebleven. Hè, we hebben pas een bekende Nederlandse journalist is overleden. Ik waag mij niet over uitspraken wat de toedracht betreft. Maar wat hij deed was zich eigenlijk vastbijten in een soort cold cases waarin ouders hun kind zijn verloren. En hoe moet je nou rouwen over het verlies van een kind als je niet weet waar het gebleven is? En ik zie daar een enorme parallel van de niet te verwerken rouw. Omdat je wel verdriet hebt, maar er is geen closure. Waarom denk je dat zoveel afstandskinderen en hun biologische ouders ervoor kiezen om daar niet over te spreken, hoewel jij jouw stem wel laat horen? Nou, laat ik vooropstellen dat ik het in het begin echt heel doodeng vond. Het is echt vergelijkbaar met, zeg maar, uit de kast komen. In de zin van, jij hebt een bepaalde identiteit en die is heel erg onzichtbaar gebleven en die is geheim gebleven of die heb je om wat voor reden ook geheim gehouden. En op het moment dat je daarmee naar buiten gaat, dan weet je gewoon dat er weerstand gaat komen. Hoe moet je daar nou tegen opgewassen zijn? Hoe moet je weten dat dat kan? En in onze situatie denk ik dat het voor velen zo is dat het nog veel spannender is, omdat je niet weet of jouw eigen familie je wel gaat steunen. En we kennen dat bijvoorbeeld vanuit streng religieuze kringen. Waar iemand, zeg maar, de gemeenschap verlaat en geëxcommuniceerd wordt. Dus je weet, je biologische familie, even hè, in de ervaring van het kind, heeft jou verlaten. Die hebben jou in de steek gelaten. En als je nu iets gaat zeggen wat de adoptiefamilie onwelwillig is, dan laten ze jou misschien ook wel in de steek.
dan blijf je in je eentje over. Nou, dat is natuurlijk een hele akelige, een hele onwenselijke gedachte. Dus dat speelt mee. En verder is het zo dat we er ook, zo gek als het klinkt, wij zijn eraan gewend. We vinden het verschrikkelijk, maar we zijn eraan gewend dat er over gezwegen wordt. Dus je hebt niet van nature een impuls om iets te vertellen. Dus iemand die bij de huisarts komt en het is een verhaal wat ik echt al heel vaak heb gehoord. Ik lach erbij, maar eigenlijk van pure ellende. Waarin iemand een bepaalde aandoening heeft en de huisarts vraagt, weet u of het erfelijk is? En dan ben je er, meteen word je erin geslingerd. En dan wordt er van jou verwacht dat jij uitleg gaat geven over hoe de situatie vroeger is geweest. Terwijl het maar de vraag is of je op dat moment wilt vertellen, of je het wel kunt vertellen. Dus aan de ene kant heeft, dat vind ik namelijk ook heel erg logisch, wil je het er niet altijd over hebben, want het is natuurlijk ook gewoon een wond die niet fijn is en die pijn doet. En aan de andere kant, wat deze huisarts betreft, nog een soort terechte medische vraag. Maar mensen kunnen echt, nou behoorlijk tactloos, vragen stellen aan ons en over ons. Dus mensen zijn vrij ongegeneerd in hoe ze aan mij vragen van bijvoorbeeld, wie is dan jouw echte vader? En ik weet wel dat ze het niet vervelend bedoelen. Maar bij ons raakt dat, en dat kan jou het gevoel geven dat je denkt, laat maar zitten. Ze snappen het toch niet. En ik denk dat dat ook een deel van het zwijgen verklaart. Je hebt net gesproken over de afstandskinderen, dat ze bang zijn dat ze ook die adoptiefouders zouden verliezen als ze beginnen met de zoek naar de biologische ouders. Maar denk je dat misschien ook die adoptiefouders een beetje teleurgesteld zijn? Als kinderen beginnen om naar de biologische ouders te zoeken, dat ze misschien denken dat ze het niet goed genoeg hebben gedaan? Nou, ik weet in ieder geval van mijn moeder, en ik ben ook heel blij dat ik dat gesprek nog bij haar leven heb gehad, waarin zij zelf, dit is haar ervaring, hè? Ik spreek niet voor alle adoptieouders, maar zij wel zei, ik heb altijd een enorme druk ervaren om het echt heel goed te doen. Vanuit de beleving dat ik het kind, een eigen kind heb gekregen. Dus niet het kind van een ander, waarin die ander nog verantwoordelijkheid zou kunnen hebben. Nee, tegen mijn ouders werd gezegd, dit is jullie dochter. Dit is nu jullie kind. En de moeder en de vader kunnen het kind nooit meer terug eisen. Een soort van, nou ja, als zou ik hun biologische dochter zijn. En als je je dat perspectief voorstelt, want zo is het hen voorgehouden, dan ben ik in ieder geval nu, zeg maar, met, nou, ik zal maar zeggen, de wijsheid der jaren, kijk ik daar wel anders naar dan toen ik bijvoorbeeld 20 was. Dan kon ik me heel boos voelen en heel opstandig. En nu denk ik, god, ja, jullie hebben ook maar een bepaald scenario, een bepaald perspectief voorgeschoteld gekregen, waarin het jullie kind werd. En waarin helemaal niet is benadrukt dat dit niet een weeskind is, maar een kind is met ouders die gewoon in Nederland leven en rondlopen. Hebben jouw boeken in Nederland de aandacht gekregen die je graag wilde? Nee, en dat kan ik nu vrij opgeruimd zeggen. Dat was een paar jaar geleden wel anders. Maar het heeft me wel wat gebracht in de zin van, als je achteruit gaat zitten, je gaat goed kijken, wat gebeurt er nou? Hoe komt dat nou dat dat niet werkt? Dan zie ik eigenlijk twee, zeg maar, obstructies. En de ene is de kant van de overheid. Er denk ik ontzettend veel belang bij heeft om deze beerputten dicht te houden. Kijken wij maar naar Australië, Ierland, Engeland, Duitsland, Spanje. Nou ja, over de hele wereld. De enorme schandalen die boven water komen. En het feit dat hier dezelfde wetgeving, instituties en machten en krachten zijn geweest. Dan denk ik dat er, zeg maar, de destijds verantwoordelijke instanties best wel veel aan gelegen is. Om dat in ieder geval te kunnen doseren. Hanteerbaar te maken. Dus dat is, zeg maar,
de kracht van buitenuit, van buitenaf. Maar er is ook een interne obstructie. En dat is dat wij, zeg maar als afstandskinderen en geadopteerden, onnoemelijk veel leed hebben meegemaakt, ieder op zijn eigen manier. En iedereen wil graag een stem krijgen. En voor je het weet, kom je in een soort van leedvergelijking, zo niet leedconcurrentie terecht, waarin jij het verhaal van de ander niet als representatief kunt zien. En dat is er ook gebeurd. Dus mensen die het heel moeilijk vinden, zeg maar, niet zozeer dat ik het boek heb geschreven, maar dat het boek er is gekomen en dat hun perspectief en hun scenario er niet in staat. En dan dus eigenlijk een soort van afwijzing van het grotere verhaal. Het doet niemand expres, maar het is wel gebeurd. Ik begrijp dat je niet echt tevreden bent hoe de Nederlandse overheid het onderzoek doet op dit moment. Denk je wel dat ze tenminste hun verantwoordelijkheid aannemen? Nou, als je puur sec kijkt naar hoe het onderzoek is ingericht, dan kun je daar, hoef je echt geen rocket science voor gestudeerd te hebben, al concluderen dat het geen grondig, waarheidsvindend en transparant onderzoek is. Als je weet dat er meer dan 400 instellingen aan deze praktijk hebben meegemaakt en je haalt er 3 uit, vind ik dat zeer marginaal. Als je zeg maar een meldpunt creëert waar je nauwelijks zeg maar PR aan geeft, waar heel weinig eigenlijk over naar buiten is gekomen. Er zijn 800 mensen die allemaal bereid zijn om daar een hele ingrijpende getuigenis over af te leggen. En je kiest er dan vervolgens voor om in een heel erg niet transparant format te beslissen dat er pak een beet 40 tot 60 getuigenissen meegenomen worden, dan roept dat ook een heleboel vragen op. En dan hebben we het nog niet gehad over het feit dat deze overheid zegt, wij kunnen geen kwantitatief onderzoek doen, want die cijfers zijn niet beschikbaar. Nou, in het voorjaar is het onderzoek van het grote eindrapport, ja, 2000 pagina's, ik heb ze echt nog niet allemaal gelezen, van Ierland naar buiten gekomen. En daar zit ontzettend veel informatie in, gewoon concrete cijfers over hoeveel moeders, hoeveel kinderen, hoeveel instanties. Oftewel, het kan wel, maar het kost moeite, het kost tijd, het kost veel geld. En zeg maar zonder medewerking van het parlement gaan wij niet het onderzoek en de uitkomst krijgen die we nodig hebben. Wat vind je van de manier hoe de Nederlandse overheid omgaat met afstandskinderen die nu getraumatiseerde volwassenen zijn? Worden ze wel serieus genomen? Er is wel een goede intentie. Dus er is wel bereidheid om dat te doen. Alleen een overheid, ik verwacht dat ook helemaal niet. Ik verwacht niet dat iemand bij het ministerie van Justitie en Veiligheid en ook niet bij het ministerie van VWS bekwaam en competent is om in te schatten wat wij nodig hebben. Wat men wel doet, is aan instanties, zoals bijvoorbeeld de FIOM, vragen wat zij denken dat wij nodig hebben. En ik zeg op mijn beurt, nee, dat moet je aan ons vragen. Want wij kunnen als geen ander aangeven wat er nodig is. En daarin ook daarin is de variatie belangrijk. De een heeft iets heel anders nodig dan de ander. Maar in ieder geval, om kort te gaan, er is de adoptie-nazorg voor onze generatie is nog steeds niet geregeld. Die is er gewoon niet. Dit sluit nu een beetje aan wat je net zei. Waarom is het zo belangrijk dat de afstandskinderen geïnvolveerd worden in het onderzoek door de Nederlandse overheid? Uiteindelijk gaat het erover hoe kijk jij naar ons? Dus wat is jouw houding ten opzichte van, ik noem het even ons? Zie jij ons als een partner, als een subject, als een mens? Of zie jij ons als een object? En in der tijd zijn wij gezien als een object. En dus het ging helemaal niet over het belang van het kind.
Het ging over wensouderschap, vraag naar kinderen. En als je kijkt naar hoe er nu nog steeds over ons gesproken wordt en over ons besloten wordt, dan hebben we daarin serieus nog een weg te gaan. Dus wat wij als generatie zeggen is, praat met ons en kom bij ons de informatie halen. Nou, als ik het bruggetje sla naar het binnenlandse onderzoek wat nu loopt, hebben we met een aantal belangenbehartigers vanaf het begin af aan tegen het ministerie gezegd, de bewijzen liggen bij ons. En misschien hadden we dat wel niet moeten zeggen. Maar goed, dat is achteraf. Maar het feit is, de bewijzen liggen bij ons. Wij hebben de dossiers, wij hebben de informatie, wij hebben een heleboel puzzelstukjes die de overheid niet heeft, omdat de meeste zaken ook van overheidswegen vernietigd zijn. Vanuit jouw perspectief als ervaringsdeskundige, wat zijn de gevoelens binnen de groep van afstandskinderen dat ze zich niet voldoende gehoord voelen door de Nederlandse overheid? Nou, er is allereerst een enorme teleurstelling. Dat is echt een understatement. Die teleurstelling is zo ontzettend groot en dat komt omdat het is een herhaling van zetten. Dus we zijn in de tijd zijn we ontdaan van ons zelfbeschikkingsrecht. We zijn weggehaald uit families waarvan je kan afvragen of dat allemaal wel de beste besluiten waren. En nu wordt er weer over ons gesproken, voor ons beslist en zijn de getuigenissen allemaal weg. Ja, die liggen ergens, maar we kunnen er niet bij. Dus dat is een herhaling. En wat ik zie is dat, ook daarin moet je natuurlijk weer uitkijken, hè, als het gaat over de variatie, want we zijn met duizenden mensen. Dus je kunt nooit voor duizenden mensen spreken. Mensen die ik in ieder geval spreek. Dat zijn mensen die zeggen, ik ben zo afgeknapt, ik doe helemaal niet meer mee. En een groep die zegt, nou, onder voorwaarden zou ik nog wel willen deelnemen aan een onderzoek. Maar dan wil ik het verslag terug van mijn getuigenis die ik eerder heb gedaan. En dan zou ik dat opnieuw willen doen. Daar kan ik me aan de ene kant heel goed in vinden. Aan de andere kant moeten we ons goed realiseren dat wij allemaal belang bij hebben dat zoveel mogelijk mensen nog hun getuigenis kunnen afleggen. En dan krijgen we te maken met leeftijd. Want zelfs onder de adoptiegeneratie zeg ik altijd maar, we worden niet allemaal 90. En de moeders en de verzorgenden, langzamerhand verschuift die leeftijd steeds verder boven de 80. En los van het feit dat je hoopt dat mensen heel lang helder blijven, zie ik in ieder geval wel in de omgeving van de mensen die ik ken, dat zij kwetsbaarder worden. Of zeggen van, ja, ik ga dat geen tweede keer doen. En daar, nou ja, dat vind ik zelf een van de allerergste dingen dat die zijn gebeurd. Dat daarmee het kleine beetje vertrouwen, waar ik ook hard aan gewerkt heb, door overal in de media te verschijnen, dat zo misbruikt is, zo geplet is. Ja, dat je moet afvragen wat soort van, weet je, hoe gaan we nu verder? Dus dat vind ik een hele verdrietige constatering. Wat is het wat jij denkt of jullie denken wat nu nog mogelijk is door de Nederlandse overheid om een compensatie aan te bieden, als dit überhaupt mogelijk is? Als je kijkt naar het huidige onderzoek, wat gewoon is vastgelopen, dat kunnen we gewoon feitelijk vaststellen, dat vastgelopen is. Als dat opnieuw gedaan kan worden, mijn inschatting is dat een doorstart heel moeilijk is, als het opnieuw gedaan kan worden, dan zou dat eventueel uiteindelijk kunnen uitmonden in een verantwoordelijkheidsstelling. Want die heb je eerst nodig. Je moet eerst weten wie er verantwoordelijk is, voordat je het kan hebben over een schadeloosstelling. Tegelijkertijd, niet onbelangrijk, zijn er natuurlijk ook mensen die via de rechter proberen een schadeloosstelling voor elkaar te krijgen. En nou, we leven gelukkig in een rechtsstaat, dus dat mogen mensen ook doen. Dus dat kan natuurlijk ook iets in beweging brengen. En als je dan gaat kijken naar die schadeloosstelling, ja, dan moeten we ons ook realiseren dat, zeg maar, dat wat ons is overkomen, dat is helemaal niet in geld uit te drukken. Maar dat neemt niet weg dat bepaalde mensen zeggen,
Ook al is het geen groot bedrag, het zou voor mij toch wel iets toevoegen, omdat het een vorm van erkenning is. Dus het gaat niet eens over excuses, het gaat over erkenning. Ik vrees dat het nog een lange weg te gaan is voordat we daar zijn. Maar we geven natuurlijk niet op, hè? Dr. Eugenie Smits van Waasbergen, dankjewel. Als jullie nog meer willen weten over de Nederlandse afstandsmoeders en afstandskinderen, kijk dan maar op de website van Dr. Eugenie Smits van Waasbergen. eugeniesmitsvanwaasbergen.nl. Ik ga de link ook voor jullie in de show notes zetten. Thanks for listening. This was Separated by Force. Afstandsmoeders in the Netherlands. If you like this podcast, please feel free to subscribe on Spotify or Apple Podcast. If you want to support our cause, please share this podcast in your social media to reach the utmost attention for the injustice that has been done to afstandsmoeders and their children in the Netherlands and all over the world. Thank you very much and have a great day.